En kijk, dat is ook, we hebben best wel heel al witte tanden. Mm-hmm. Onze onderste tanden niet echt. Plus, ze kunnen altijd wel iets witter. Dus we gaan ze laten bleken vandaag. Ik ben super benieuwd. Dat is de eerste keer dat we dat professioneel doen. Voor u ook, denk ik. Hè. Dus ik ben echt benieuwd hoe het resultaat gaat zijn. En als het pijn gaat doen of zo. Ze zeggen van niet, maar je weet nooit. Hè. We zijn ondertussen aangekomen. En Celine heeft al 2 sessies gehad. En nu gaat Celine aan haar 3e sessie beginnen. Ik zal ze eens laten zien. Zo. Als grapje. Misschien beter langs hier. Lukt het? Ja. Je ziet echt al een verschil. Oh ja, en dat is eigenlijk zot, want ik dacht al dat wij best wel witte tanden hadden al. Mm-hmm. Maar dat is nog mooier. Ja, wow. Denk je van jezelf, ah, ik heb echt wel witte tanden. Kan dat nog en beter? En onderste, dat, is, ja, dat zie dat ik zo niet. Ja, met dat bitje ga ik dat zien. Ah, oh, my. Wauw. Van onder ook. Ja? Oh ja. Ja? Amai. Oké, dit is nu mijn kleur. Dus mijn voorste tanden zien er zo eigenlijk uit nu. En mijn hoektanden zijn iets geler. En we gaan naar dit nu. Kijk, ik ga jullie proberen de voor van mijn tanden te laten zien. Als het lukt. Ai. Zo zien ze er nu uit. En dan gaan we beginnen. Dat is inderdaad wel grappig om te zien. Niet raken. Uw tanden zijn wel gelijk van kleur. Boven en onder. Vind ik toch. Maar dat is misschien niet. Ik zie dat misschien. Ik denk dat toch. Ik hoop bij de hoektanden wat geven, dat is bijna bij iedereen. Ja. Omdat daar het eten ook komt, hè? Ja. Oh, amai, ja. Ja, wel, wow. Hè? Amai, dat is mooi. Nu nog één keertje. Mijn lippen. Ja, zo die dings gezegd. Kijk je tanden? Ja, amai, dat is kei fel. Ik zie dat niet zo goed. Ik zie zo nog niet te goed. Nee. Maar dat komt er niet. Ja. Ja. Ik had dat ook alles net. Het is zo groenig precies nu dat ik die bril maar je ziet dat wel fel. Nu nog één keer. Nu gaan ze nog extra wit worden. Mm-hmm. Oké, en dit is na. Wow. Zijn echt weer super mooi wit. Nou, ik ben echt super blij. Hallo iedereen, we zijn ondertussen een paar dagen verder van het tandenbleken. En ik dacht, ik doe even een update. Dit zijn mijn tanden nu. Still pretty white. Ik wil ook graag nog zeggen dat ik wel meer doe aan mijn tanden dan alleen bleken. Dat was trouwens de eerste keer dat ik die ben gaan bleken. Maar ik gebruik altijd Signal White Now tandpasta. Maak mijn tanden heel mooi wit, houdt ze heel mooi wit, verwijdert heel mooi vlekjes op mijn tanden. Dus dat doe ik echt dagelijks, 's ochtends en 's avonds. En ik gebruik ook wel vaak nog deze. Als ik naar een event ga, I'll show you. Ik heb er zo'n paar in de schuif liggen. As you can see, wacht, ik ga het licht uit doen, want dat maakt te veel lawaai. Deze gebruik ik altijd als ik naar een event ga. Dit is de White Now Touch. Dus die doe ik ook wel altijd over mijn tanden. Zodat mijn tanden nog witter lijken. Dit is optisch witmakend. Maar de tandpasta zorgt er wel voor dat ik geen vlekjes heb. Dus zo hou ik mijn tanden echt wit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed poetst. Ja, jongens en meisjes. Goed je tanden poetsen. 'S ochtends en 's avonds, misschien ook 's middags als je hebt gegeten. Oeh, amai, muffin is hier zot aan het worden. Dus dat vind ik wel echt heel belangrijk. Want ik krijg heel veel de vraag waarom, hoe ik zo'n witte tanden heb. Als ik het vaak bleek. En nee, dat was echt de eerste keer dat ik dat heb gedaan. Maar ja, ik poets echt heel goed mijn tanden. En ik vind dat Signal White Now echt het beste is. Wat ik al heb geprobeerd om mijn tanden te poetsen. Dat zou ik ook nog wel even zeggen. Dat is mijn update van de tanden. En laten we nu verder gaan met de vloggen. Home sweet home.
ben terug thuis. Ik ben echt super blij met mijn tanden. Nog steeds. Allee, ja, nog steeds. Het is nog niet zo lang geleden. Maar ik ben echt blij. Oh, ik heb hier een hele zak nieuwe collectie van Totally. Toe. Hey, schatjes. Hey. Nieuwe collectie van Totally Too. En die ga ik nu fotograferen voor de site. Voor het voorstukje. Celine kan heel veel niet meer doen. Omdat die natuurlijk een buik heeft die in de weg zit. Om te foto. Allee, om de foto. Ja, dat is dan niet zo mooi. Allee, dat is wel mooi, maar voor kleding is dat natuurlijk niet zo mooi. Snap je? Dus dat ga ik nu doen. Oh. Oké, ik ben aan het filmen per ongeluk. Ik moest een foto maken. Maar dus bij deze, dit is hoe dat we de foto's maken voor Totally Too. Like this. En dan snij ik wel mijn kop eraf. Dus ik moet eigenlijk op mijn tenen gaan staan nu. Anders ben ik te laag. Dus dit is hoe we het doen. Sam zijn ouders waren hier net even. En ik heb net zo geen BH aan onder die blouse. Omdat die BH doorschijnt anders. En ik ging de deur open doen zo. Oei. Dat is een kwame dag zeggen. We hebben die echt wel weinig gezien deze week. En vorige week ook niet. Besef ik mij. Maar het is ook zo druk. Maar oké. Misschien deze week dat we ergens hopelijk nog tijd hebben om die te zien. Fingers crossed. Ik ga verder foto's maken nu. Ondertussen is het laat op de avond. Hey. Hey. Sam hier. En gaan wij sporten. Ik heb mijn outfit aan. Gymshark. Ik ben even niet meer geweest. Alhoewel van zaterdag. En het is dinsdag, dus het is wel oké. Dus we gaan nu off to the gym. Ik denk dat ik booty ga trainen. En cardio ga doen. Want ik ben weer redelijk bloated. Dus ik denk dat ik dat ga doen vandaag. Tot zo. Oh, ik heb schouders getraind, dus ik kan niet zo goed shaken. We hebben schouders getraind. We hebben schouders getraind. Ja. Ziet je dan? Van kasten van schouders had ik het. Oh nee. Mijn. Hey, ik zie je dat gat hier. Ik denk dat ik goed getraind heb. Dat been. Nu, shake. En Sam gaat nog broccoli met rijst en gehakt eten. Nog wat Jolien had gemaakt trouwens. Zonde. Dus de rijst en gehakt hebben we nog altijd van oven. Vrijdag. En het is dinsdag. Ja, dinsdag. Maar dat hoop ik wel oké. En ik ga dat eten. Okay. Ja. Roeig met kak. Roeig met kak. Lekker hoor. Hoe vet zou het beter? Proteïne YouTube van de Albert Heijn. Dus trouwens de lactose. Minder dan zoveel procent lactose. Dat is zo hè. Dit is een yoghurt. Dit is wel 20 gram proteïne. Coconut. En 0,5% vet hè. Dus, het wat hem dan eet. Met peanut butter, honing en speculoos pasta. Oh, dat is lekker. Waarom doet je dat nu doen? Wilt jij ook? Ja, kom. Kom, jij ook. Wat wil jij zeggen? Wat wil je zeggen? Did you miss me today? Thank you. And Sheldon?
Shelly gaat mee de plan afspreken. Hé, Shelleke. Ja, gaat jij mee de plan afsluiten? We gaan de vlog van vandaag afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Shelly vindt dit alvast niet zo leuk. En wij zien jullie morgen.